Op dit moment heb ik de nieuwe knokker Henk nog maar op kracht level 1 in Brawl Stars. En dat is op zich prima, maar als je tegen kracht level 11 wordt, dan wordt het wel heel lastig. Kijk, ik kan wel even wat potjes laten zien. Dit zijn allemaal Henks waar ik tegen moet en ik was de enige die kracht level 1 was. Allemaal 9, 11, 4, 2 van 6, maar ik heb geen schijf van kans als ik met Henk ga spelen als ik kracht level 1 blijf. Dus daar moet verandering in komen en dat gaan we precies doen. We gaan gewoon zorgen dat ik Henk naar kracht level 11 ga upgraden. Hoe we dat gaan doen, elke kill die ik maak, mag ik 1 level omhoog upgraden. Dus ik ben heel benieuwd of dat een beetje gaat lukken of dat dat totaal niet gaat lukken. Daar gaan we achter komen. Doen we een solo showdown, gewoon surmeren vind ik wel een leuke. En dan gaan we eens kijken hoe lang het gaat duren voordat we kracht level 11 Henk hebben. En ik weet ook dat je ziek veel damage kan doen op het moment dat je zeg maar kracht level 11 bent en je hebt veel krachtpunten. Want ik zag net iemand die 14.000 damage deed met 1 hit. Ik ga kijken of ik dat kan overtreffen. Maar ja, dat gaan we zien in deze video. Maar voordat we verder gaan, wil ik jullie eerst vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zou mooi zijn. En abonneer, blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. En mocht je mij willen supporten, gebruik dan natuurlijk de code BOUS in de shop. Ja, wordt gewaardeerd. En dan blijf je natuurlijk op de hoogte van de video's. Dat wou ik zeggen, maar dat klopt niet. Nee, als je de code BOUS invult, gaat 5% van je aankoopbedrag naar mij. En het kost jou niks extra's. Dus dat is natuurlijk ook nice. Maar laten we nu maar gaan spelen. En voor elke kill die ik dus maak, mag ik 1 level upgraden. Ik doe niet dat ik een extra kill moet maken voor een gadget of sterkracht. Als ik kracht level 7 ben, mag ik ook meteen de gadgets kopen. Als ik kracht level 9 ben, mag ik ook meteen de sterkracht kopen. En als ik dus kracht level 10 en 11 ben, mag ik ook meteen gears erbij kopen. Dus het is gewoon meteen bats ervoor zorgen dat ik veel kills ga maken. Maar check dit dan, alleen maar Henks. Oké, we hebben dus 8 Henks en we hadden 2 chesters. Nou, ik denk dat dit heel pittig gaat worden. Sterker nog, dat weet ik wel zeker. Het voordeel is natuurlijk wel dat misschien anderen wat weinig levens hebben, dat ik op die manier een kill kan stelen. Ja, ik weet niet of dat makkelijk gaat lukken. Zal hier iemand zitten? Nee, ik zie hier niemand. Hier zit iemand. We moeten natuurlijk wel kills maken om zo meteen een level omhoog te gaan. Oké, daar zat wel iemand. Maar ik weet niet waar diegene nu dan is. Er is nog een chester. Ja, wat moet ik daar dan weer mee, hè? We kunnen ook wachten totdat deze twee met elkaar gaan vechten. Dat we dan vervolgens hier nog een hit doen. Oh, kijk dan. 1 hit, meteen dood. En ik kan vol HP. Dat is echt niet normaal hoeveel damage ze doen, jongen. Dat is echt bizar. Nou, we proberen het nog een keer. We moeten gewoon eerst zorgen dat we even een paar levels omhoog gaan. Dat zijn de moeilijkste. Als we eenmaal level 6 en level 7 zijn, dan kunnen we wat makkelijke kills maken. Maar ja, deze lui die hebben allemaal bursten veel verder geüpgraded dan wat ik heb. Dus ja, ik denk dat het heel lastig gaat worden. Maar ja, we gaan het natuurlijk zien. Oké, hier even damage. Je ziet trouwens ook al meteen aan de kisten hoeveel levens ze hebben, wat de gemiddelde level van iedereen is. Nou, nu is dat ook weer kracht level 9 of zo. Ik heb gelukkig nu wel 2 krachtpunten. Hier, oh, hij zit daar zo. Nou, ik laat hem even zijn gang gaan en dan ga ik hier even wat krachtpunten verzamelen. Met een beetje mazzel ben ik dan iets sterker dat ik iets meer kans heb om dan nog wat kills te maken. Maar ondanks dat ik 3 krachtpunten heb, ben ik nog steeds veel minder sterk als diegene die hieronder staat. Hier is wel iemand die redelijk low is. Ja, wat gaan we doen? Zouden we die kunnen hebben? Hij heeft niet zo heel veel HP, hè? Maar het is wel gevaarlijk. Oké, ja, nu krijgt hij weer HP erbij. Oké, dit is oppassen geblazen. Dit is oppassen. Maar ja, voor hem is het ook oppassen geblazen. Kan ik hem hebben? Ja. Oh, dat is, ik heb hem gekild. Oké, we hebben 1 kill. En nu kan ik hier nog wat krachtpunten verzamelen. Dus we mogen in ieder geval 1 level omhoog. Dus dat is nice. Ja, ik vind het wel een leuke challenge. Het maakt het ook wat moeilijker natuurlijk om mijn Henk te upgraden. Maar ja, als ik tegen alleen maar andere Henks moet, ja, dan maakt het het niet heel veel makkelijker. Ik zag hier iemand zitten. Ik denk dat hij hier in dit hoekje zit. Zit hij niet? Dan zit hij in dit hoekje dan toch? Ja, hier zat hij inderdaad. Oké, ik kan mijn super aanzetten. Top! Hebben we weer een kill gemaakt. 2 kills, dus we zijn nu al kracht level 3. Dus dat is mooi. En als ik de laatste ook nog weet te killen, dan heb ik weer eentje erbij. Hier zit hij niet. Waar zit hij? Komt tevoorschijn. Oh, hier is hij. Oh, donders, hij had ze super. Nou ja, maakt niet uit. 2 kills, we kunnen 2 levels omhoog. Dus dat is mooi. Is al in ieder geval iets, hè. Dan zijn we ietsje sterker. Eigenlijk 20% sterker dat we dan alweer zijn. Ja, nu mag ik verder niet upgraden. We zijn nu kracht level 3. We gaan doorspelen. Kom op, die kracht level 11 moet even gebeuren. Maar ik denk als ik eenmaal mijn gadget heb en dat ik gewoon kracht level 7 ben, dan gaat het wel lukken om makkelijk kills te maken. Maar op dit moment is het gewoon lastig, omdat al die hangs, zo moet ik zeggen, die hebben een veel hoger level. Met hoeveel hangs zijn we nu in de game?
We zijn er nu weer, nou, met heel veel. Maar niet iedereen is dit keer Hank. Er zijn 4 andere knokkers of zo. Op zich ook wel prima. Hoeveel damage doe ik nu? En kijk, ik doe nu al dik 130 meer. Oh nee, in totaal, ja, 20%. Oh, dan moet ik trouwens uitkijken hier zo. Wat gaan we doen? Ja, oké, ik kan hier niet zoveel. Kijk, dat is meteen al shit. Oké, er is een krachtpunt van mij afgepakt. Nou, weet je wat? Ik laat van de volgende games wel even de hoogtepunten zien. Als we weer een kill maken of er gebeurt wat, dan zien jullie mij weer. Oké, we kunnen hier misschien nu een kill maken. Ze zijn nu hier bezig. Oh, die shadow, die is redelijk low. Ja, nice. Oké, we hebben weer een kill gemaakt. Dat is mooi. Moeten wel even hier oppassen. Ja, maar misschien dat we deze kunnen hebben. Oh, die raakte ik net niet. Dat is jammer. Oké, ondertussen is hier weer iemand gekillt. We hebben in ieder geval 1 kill in deze game. Dus dat is mooi. Dus dat betekent dat we in ieder geval krachtlevel 4 zijn alweer. Ik weet alleen niet of het gaat lukken om hier nog een kill te maken. Ja. Ja, dat gaat lastig worden. Hij heeft ook evenveel levens of zo. Misschien kan ik beter kijken of ik hier ergens iemand anders kan killen. Dat dat een makkelijkere optie is. Oh, hier is een Eve. Ja, die kan ik sowieso makkelijker hebben. Die kan ik sowieso makkelijker hebben. Kom hier dan. Kom hier. Ik wil die kill maken. Nee, nu heb ik die kill niet gemaakt. Haha. Oké, dat is een beetje balen. Nou ja, we kunnen misschien nog die laatste kill maken. Ik denk wel dat dat lastig gaat worden. Oké, hier is die. Dan ben ik benieuwd of die naar mij toe gaat. Gaat hij naar mij toe? Nee, hij gaat niet naar me toe. Er ligt hier namelijk een hotdog. En eigenlijk wil ik even ervoor zorgen dat ik die hotdog kan openen. Oh ja, nice. Ik heb nu damage gedaan. Hij doet er ook iets bij mij. Maar nu kan ik nog een keer hits doen. En nu mijn super. Hoppa! 2 kills gemaakt en we zijn de eerste geworden. Dat is mooi, want dat betekent dat we meteen weer 2 levels omhoog mogen. Dan hebben we nog 2 kills nodig en dan zijn we krachtlevel 7 en dan mogen we een gadget kopen. Dus dat is wel echt heel erg nice. Ik heb nog niet eens helemaal goed gekeken wat de gadgets zijn of waren. Ik wist ze wel, want ik heb natuurlijk ooit al een keertje met Henk gespeeld. Maar dat is ondertussen alweer 1,5 maand geleden. En in de tussentijd heb ik niks met Henk gedaan. Dus wordt zo meteen even kijken wat die gadgets ook alweer inhouden. Maar we hebben maar 1 buster. Voor de rest is iedereen Henk. Oh, dat is toch geniaal. Iedereen is gewoon Henk. Echt bizar. Maar in ieder geval mooi dat we ook gewoon meteen wat levels omhoog zijn. Dan wordt het maken van kills nu in ieder geval iets makkelijker. Ze zijn hier al volop bezig met elkaar. Dus dat is op zich wel lekker. En dan hoop ik dat ik die kill kan maken. Oh, donders, dat was niet heel tactisch. En met mijn super kan ik hem wel killen. Oké, we hebben alweer een kill gemaakt. Nog 1 kill. En dan kan ik vervolgens, ja, Henk upgraden naar krachtlevel 7. Nu in ieder geval naar krachtlevel 6. Dus dat is in principe ook al nice. Dus dan zijn we al over de helft. Dus dat is wel erg lekker. 4000 damage. Die andere Henk is trouwens ook wel nice. Die skin. Oké, hier 4 krachtpunten. Even uitkijken. We kunnen even kijken of we deze kunnen hebben. Ja, dat gaat misschien lukken. Ja, zitten ze nu met z'n allen tegen mij? Dat is ook niet lief. Ja, we kunnen even kijken of we die misschien kunnen hebben. Ik heb in ieder geval mijn super, dus dat is lekker. Ik kan hem nu inzetten. Ja, dat zijn 2 kills. Ik denk alleen niet dat het hier goed gaat komen. Nee, inderdaad. Maar we hebben 2 kills gemaakt. Dat betekent dat we nu door mogen upgraden naar krachtlevel 7. Weer 2 levels omhoog. En tot nu toe eigenlijk elk potje wel wat kills gemaakt. En ik denk dat het vanaf nu makkelijker gaat. Want nu hebben we een gadget. Wat doen die ook alweer? De volgende ballonnenknal vertraagt de vijanden gedurende 3 seconden. Oké. Henk loopt 40% minder schade op gedurende 3 seconden. Dat is denk ik voor nu wel chillen, want we moeten tegen allemaal andere Henks. Dus ik ga ze wel allebei kopen. Want ik heb toch genoeg coins. Maar ik ga op dit moment ga ik deze gebruiken. Als ik dan in een 1v1 duel zit met de andere Henk, kan ik mijn gadget aanzetten. Krijg ik gewoon even een tijdje wat minder damage tegen. Kan ideaal werken. We hebben nu 1 Leon en 1 Jeannette. Voor de rest is weer iedereen Henk. Echt iedereen is Henk op dit moment. Ik vind het op zich ook wel leuk. Oké, we hebben hier iemand van hetzelfde krachtlevel. Oké, die wou ik eventjes openen ondertussen. Ja, dat kan je zien aan het aantal levens wat diegene heeft. Kan ik hier een damage doen? Nee. Dan wil ik hier natuurlijk die kist openen. Dat zou op zich wel nice zijn als dat natuurlijk gaat lukken. Ja, oké, nice. Die kist die heb ik. Ik zal mijn gadget aanzetten. Ja, was een beetje zonde mijn gadget. Was niet helemaal nodig. Maar hey, ik heb 2 krachtpunten, dus dat is nice. Dit is zo'n ontzinnig duel, jongen. Oké, ik ben benieuwd. Zou ik hem nu kunnen hitten? Ja, ik heb hem nu gehit. Oké, dat is lekker. Moet ik hier even oppassen, dan ga ik er nu naartoe. Oh, ik heb hem bijna. Hij deed ook een hit bij mij, maar dat maakt in principe niet zoveel uit. Ja, we hebben weer een kill. Dus dat betekent dat we nu krachtlevel 8 zijn. Nog 1 kill en dan mag ik ook nog een sterkkracht erbij kopen. Dus dat zou mooi zijn als dat even gaat lukken. Ik zie dat hier een hotdog is. En die wil ik hebben.
Ik denk dat hier niemand zit, anders zou die mij wel hebben aangevallen. Oké, prima. 1 kill en dan hebben we hem. Dan hebben we de sterke kracht. En dan gaat het sowieso een eitje worden daarna. Die Janet. Ja, we kunnen kijken of we het duel aan kunnen gaan. Nou, ik weet niet of dat heel slim is. Ja, aan de andere kant, als ik nu 1 keer een hit kan doen, is die Janet eigenlijk bijna meteen dood. Dus dat is dan wel weer chill. Oké, die Janet die heeft nu heel weinig levens. Dus die moet wel naar achteren. Oh, no! Ik had hem bijna, die Janet. Net niet. Maar dit gaat waarschijnlijk wel lukken om uiteindelijk nog een kill te maken. Gaat die nog hierheen? Ja, dat gaat die. Dus dat is chill. Nog een hit. Oh, donders! Hij had me in 1 shot. Ja, dat is af en toe even afwachten. Maar omdat ik aan het aanvallen was, dacht ik, ja, ik kan nu niet mijn gadget aanzetten, want dan stopt mijn aanval. Dat was een beetje het ingewikkelde. Oké, nou ja, we zijn nu in ieder geval kracht level 8. We moeten nu even zorgen dat we nog even 1, 2 of 3 kills gaan maken. Als ik nu 3 kills maak, ben ik in 1 keer kracht level 11. Dan heb ik meteen de sterkracht en de gears. Dus ik ben benieuwd of dat misschien gaat lukken. Yes, let's go! Oké, we hebben hier eentje die wat minder levens heeft. We moeten wel even uitkijken. Maar we kunnen misschien meteen het duel aangaan. Dat is misschien wel een leuke. Want deze ga ik wel winnen. Ja, deze ga ik zeker weten winnen. Hier, hoppa. Oh, nee, nee, nee. Oeh, dat scheelde niet veel. We hebben een kill, dus dat is mooi. Dat wou ik eventjes hebben. Volgens mij zit hieronder ook nog iemand. We kunnen even kijken. Zit hier iemand? Ja, nee, denk ik niet. Dan kunnen we even deze hotdog pakken. Krijgen we in ieder geval weer wat levens erbij. En dan ga ik ondertussen even hier een aanval voorbereiden met mijn super erbij. Oké. Dat ging net niet goed. Maar hey, misschien dat we hem zo meteen kunnen hebben. Ik zal even deze krachtpunt pakken. Ja. Zullen we dan die kant weer op gaan? Oh, hier is een Eve. Als we die Eve 1 keer raken, dan is hij dood. Ja, dus dat is wel nice. En in het midden zit ook nog een andere Hank. Hank? Ja. Oké, deze Grey kunnen we denk ik ook hebben. Denk ik. Ah, laat me je dan even killen. En nu gaat hij dood door het gif. Ah, domme vent, jongen. Je had me door mij maar moeten laten killen. Maar we hebben tot nu toe 1 kill gemaakt in deze game. Dus we zijn in ieder geval kracht level 9. En het is nu het eindduel. Dus we kunnen eens kijken of we dit misschien kunnen gaan winnen. Oh, daar is een Grey. Tja, wat gaan we nu doen? Oké, ik moet even uitkijken. Ik kan mijn gadget aanzetten. Om misschien nog even te overleven. Maar ja, levens erbij krijg ik natuurlijk niet. Dus dat is een beetje jammer. Nou ja, oké, prima. We zijn tweede geworden. Ik mag in ieder geval upgraden naar kracht level 9. Dus dat betekent dat we nu een sterke kracht mogen kopen. En dat is natuurlijk ook heel nice. En in de tussentijd pushen we Henk natuurlijk wel mooi. Wanneer zijn ballonnenkanaal meer dan 80% is, beweegt Henk 20% sneller. Oké, dat is nice. Henk loopt 20% minder schade op als hij in de buurt is van de muur. Dat is ook wel een goeie. Maar ik ga voor deze sterkracht. Ik koop ze weer allebei. Ik heb toch genoeg. Dat deze ballonnenknal, als ik nu 80% is opgeladen, kan je sneller naar je tegenstander lopen, waardoor je toch nog een extra hit kan doen. Dus dat is wel heel nice. Ik verwacht in het komende potje wel 2 kills te maken. Dat we Henk in 1 keer kunnen upgraden naar kracht level 11. Met dus gears erbij. Ga ik in ieder geval vanuit. En dan ga ik even een potje doen dat ik probeer zo sterk mogelijk te worden met zoveel mogelijk krachtpunten. En eens kijken hoeveel damage ik dan vervolgens kan gaan doen. Ik zal nu trouwens ook wel naar het midden gaan. Want ik zag daar heel veel krachtpunten liggen. En ik ga gewoon kijken of ik ze kan bemachtigen. Want dan kan je al een beetje inschatten hoeveel damage je op dat moment kan doen. Dat is echt niet normaal veel. Oké, hier. Ja, dit is prima. Ik moet even alleen uitkijken voor die Leon. Ik zal mijn gadget aanzetten. Oh ja, dat was niet zo heel slim. Ja, dit was te aanvallen. Dat is altijd het nadeel dat je voor die kist in het midden gaat. Maar ja, je kan in ieder geval heel veel damage doen. Dat kan, ja. Maar we moeten even doorstrijden. Eerst 2 kills maken en daarna probeer ik voor alle kistjes te gaan. Oké, volgens mij moet ik nu tegen bots, omdat ik net heb verloren. Deze kill heb ik niet gemaakt, deze wel. Oké, nou dat betekent dat we in ieder geval 1 level omhoog moeten gaan, of mogen gaan. Ja, tegen bots, het is wel wat minder moeilijk, maar ik tel het wel gewoon eventjes mee voor deze video. Een kill is een kill, of het nou tegen een bot is of tegen een echte speler. Ik vind het nu gewoon even allebei tellen. Ja, daar zag je dus al dat ik iets sneller bewoog. We kunnen even hier, ja, dan hebben we die Rico top. En we ook weer wat levens erbij. We hebben 2 kills. Nou, makkie, makkie, makkie. Maar dan gaan we dus zo meteen even met kracht level 11 Hank. Gaan we even kijken of we vervolgens zoveel mogelijk damage kunnen doen. Kijk, hoeveel damage doe ik nu al? Ik doe nu al 5000 damage. Dat is al bizar veel. Kunnen hier mijn gadget super aanzetten.
Ah, die El Primo die loopt weg. Maar nu beweeg ik sneller, dus dan kan ik sneller naar hem toe. Dat is wel echt super chill aan deze sterkkracht. Oh, donders. Oh, die kon ik niet meer killen. Maar ik heb genoeg kills gemaakt. Dus we mogen nu Hank upgraden naar krachtlevel 11. En dat betekent dat we nu met Gears ervoor kunnen zorgen dat Hank super veel damage gaat doen. We doen met extra schade, dan, dat is het maximale. Wat we dan eventueel kunnen doen met schade. En ik doe wel even sneller lopen in bosjes. Dan kunnen we ook eventueel sneller naar het midden toe gaan. Dat we sneller bewegen. Dat is wel een goeie. En dan, ja, dit is ook wel prima. Oké, we gaan nu even kijken of ik heel sterk kan worden. Misschien wel met 10 krachtpunten. Ik ga gewoon een aantal potjes spelen. En als het me het eenmaal is gelukt, dan zien jullie me weer. En dan gaan we kijken hoeveel damage we kunnen doen met Hank. Op het moment dat hij zeg maar volledig geladen is. Oké, dit potje moet ik volgens mij wel tegen bots, heb ik het idee. Maar dat maakt in principe voor deze challenge niet heel veel uit. Ik wil gewoon even zo sterk mogelijk worden. Kijken hoeveel damage ik dan kan doen. Kijk, ik doe nu al bijna 10.000 damage. Dat is echt bizar. Maar eigenlijk moet ik nog wat levens eraf hebben. Dus ik ga even wat levens van mezelf afmaken. Zodat ik onder de 50% zit qua HP. En dat ik nu extra damage boost heb. Dus nu heb ik extra damage boost, 9 krachtpunten en dan gaan we nu eens kijken hoeveel damage ik kan doen. Ik verwacht dus echt 14.000-15.000 of zo. Daar ga ik eigenlijk vanuit. Maar dan gaan we eens kijken of dat inderdaad het geval is. Ik zie dat hier mensen bewegen. Of we kunnen even die Poco pakken. Kunnen we die hebben? Ja! Oh, donder, zag ik dat? 12.000 damage deden we. Ik moet weer even wat levens eraf hebben. We deden 12.000 damage. Nou, nu met 11 krachtpunten. Waar is die laatste tegenstander? Die is hier zo. Dan gaan we eens kijken of we die kunnen hebben. Hier, kaboom! 15.000 damage deed ik daar! Niet normaal! Henk is zo super sterk op het moment dat je maximaal krachtlevel hebt. Niet normaal. Nou, dan vind ik dit ook een mooie afsluiter. En je kan nog meer damage doen, maar dit is ver weg het meeste wat ik ooit heb gedaan met één hit, met één knokker. Bizar. Maar ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.